Het is de voorzitter van het plantagebestuur Osembo, de heer Edo Reger. Nu Klopt. Heb ik het goed gezegd. Heel goed. Heel goed, ja. Goedemorgen, heer Reger. Ja, goedemorgen naar u toe. Ja, met ja. trots zegt u ook het plantagebestuur. Want ja, ja. plantage weet ik hier. Omdat ik trots ben ja. met mijn verjaardag. Ja. En daarom zal ik zeggen het gelijk. Ja, 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 130 jaar ja. Osembo. Ja. Ja, het is langer dan mensenjaren kunnen we dat tegenwoordig ja, zeggen. Ja, als je terug moet blikken, kijken naar 130 jaar, mm-hmm. daar hebben ze zoveel generaties voorheen mm-hmm. gehad. En daar ga je gaan koesteren, daar ga je een feest opbouwen. Ja, niet dat je van feesten houdt, ja. maar toch, die heb ik iets van grani, van lazy. In deze tijd, maar ja. Dus, En voor de mensen die misschien nog niet bekend zijn met Osembo, waar in de buurt ligt Osembo? Osembo, die ligt, of Osembo, zal ik het makkelijk vertellen, mm-hmm. die begint Palisadeweg, helemaal achterin. Mm-hmm. Suralcoweg, achter de Rijsdijk. Die grens tot en met de vier kinderen. Ja, is een groot gebied. Is een heel groot plantage. Ja, is het een van de grootste plantages in Para? Ja, dus het is gewoon de grootste plantage. Ja, ja, ja. Hoeveel families, want meestal praat over plantages, dat praat over families toch? Hoeveel families zijn ongeveer van Osembo, weet als, je dat zo? Als ik het dat moet vertellen, uh-huh. dan ga ik vanuit dat ik op de monument kijk, uh-huh. daar zit onze burgerlijk stand. Ja. Dat zijn 31 mensen, 31 familie. Ja, nou, dat is heel groot. Die daar wonen, ja. Ja, ja, ja. ja. als dus, u mag terugkijken naar 130 jaar Osembo, ja. Ja, hoe doen we zo'n terugblik, heer Reger? Ja, voor mij het is het heel spannend geweest. Mm-hmm. Het was eigenlijk een roeping eigenlijk. Als je kijkt, het voorwerk wat je moet verrichten, mm-hmm. om dit te kunnen bereiken in deze tijd, dan zeg ik, ik ben toch trots dat ik toch de mijlpaal heb bereikt. Ja. Ja, ja, ja. Wat zijn toch wel enkele van de zaken die, die het plantagebestuur hebben kunnen realiseren? Ja, we hebben ook heel veel dingen gedaan. Mm-hmm. Niet in mijn persoon alleen, maar de burgers ja, ja. ook, aan de ja. mensen die een steentje bijdragen. Wij hebben, als je kijkt, ik heb laatst gesprek met een dominee. Die zei tegen mij, zeg, als ze rijdt in de plantage, zie je een beetje strakheid in de plantage. Mm-hmm. Dan voel ik me ook trots. Want vergeleken met andere plekken, dan zie je dat er iets is. Ja. Er is een leiding. Ja. Mm-hmm. Als je kijkt, we hebben een voetbalveld, we hebben een licht aangeschaft. Ja, we zijn bezig met een parkeerplek, noem maar wat. Dus mm-hmm. accommodatie, recreatie. Dat alles doen we zelf. Met ja. onze eigen productie, met eigen mensen die kennis hebben ervoor. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Is het mogelijk? Is Plantage Osembo ook een plek waar men kan gaan voor recreatie, dus de buitenstaanders, om het zo te zeggen, of is het puur voor de families? Hoe? Nee, mensen kunnen wel komen, maar we hebben niet zoveel gelijk mm-hmm. toegankelijk naar water toe. Ja, ja. Want sinds de overheid de kanalen hebben gegraven, mm-hmm. zijn onze kreek een beetje helemaal weggelopen droog geworden. Mm-hmm. Ja, ja, ja. ja. Nu gaan we richting een jaardag, 130 jaar in Osembo. Hoe gaan we dat vieren, heer Reger? Ja, dat is een mooie vraag. ik zou niet zeggen bloed, zweet en tranen, maar we moesten wel een voorbeetje opofferen. Ja. Want het is niet makkelijk, want dan weet je, als je nog 130 jaar, dan zijn er ook aan de plantage waar ik ben geweest op verjaardagen. En ze wachten ook van jou dat je ook een verjaardag gaat vieren een keer. Maar dit is nu ook een bezoek. Ja, nu komen ze op bezoek. Ja. Dus er komen vier kinderen, Bersaba, ja. en een onverwacht Overtoon, een Noribo, een Bennadorp. Dus komen ze ook op bezoek. Dus als je op verjaardag gaat, dan zeggen ze, nou, het is uw beurt, meneer Reger, dan komen we naar u toe. Dus het is een hele grote voorbereiding. Echt, het is niet makkelijk geweest. In deze tijd, dingen, het geld die je verzameld had, denk je, ja, je komt uit. En gelijk, alles driedubbel duurder geworden. Ja. Dus, maar ja, we redden het wel. Ja, we hebben het een beetje minder gaan drinken, dus we redden het wel, ja. Ja, ja, ja. Hey Reger, en Para is nog volgens mij het enige district die nog plantages heeft, zo eigendom plantages. Ik kan me niet, ik denk dat er een ander district heeft die dus zulke plantages nog zo in stand houdt. Ja, je hebt Para, ja, die houdt stand nog steeds. Ja, ja, want onze voorouders die hebben gekocht met bloed, zweet en tranen. En daarom moeten we het koesteren. Mm-hmm. Het paragebied eigenlijk, wat het eigenlijk is. Iemand dichtbij van familie van jou die overleed.
ja, die sterft een keertje, die zegt, nou, eigen begraafplaats. Dus je leeft met die persoon nog steeds, alleen kan je die persoon niet meer aanraken, maar lijkt op die persoon nog voelt, dus het heeft wel een harmonie nog steeds. Ja. Ja. Maar de animo is er, als ik zo kijk, want we gaan 130 jaar Osembo vieren, de animo is er dus ook nog om dus zo'n plantage nog steeds dus in stand te houden. Ja, zeker, zeker. Het is onze voorgesproken ingegoten ook. Ja. Unosering. Ja. Las apenasi is kindskinderen. Ja. Dus als je kinderen hebt, mijn kinderen moeten ook komen te kunnen bouwen. En wat ik van para-plantages houd, dat mensen zelfstandig moeten zijn. Mm-hmm. Want daar kan je geen geld lenen. Ja. Dus moet je gaan werken met je eigen boontjes, moet je gaan toppen. Dus dat gaat wel. Ja, ja. Ja, maar dan is het een boedelkwestie. Het is een boedelkwestie, ja. Dus ja. We redden het wel. Kijk, als je kijkt naar mensen die daar zijn gebouwd. Eigen middelen, eigen productie, noem maar wat. Dan zijn we toch trots op onszelf, hoor. Ja. Hoe laat gaan we vrijdag dat feest vieren, heer Osem? Ja, we hebben een schema gehad. En dan hebben wij een schema. We beginnen eerst met een dominee. Mm-hmm. Want je moet gaan zegenen. Mm-hmm. En daarna krijg je een toespraak van mijzelf, Edo Reger, als voorzitter. En dan krijg je iemand ertussen die, of dan krijg je weer onze kranslegging, dus zo gaan we door, mijn excellentie en bla bla bla, en zo gaan wij door het lijstje afhandelen. Ja. Als u misschien een tipje van de sleur mag geven, wat kunnen we verwachten in uw toespraak? De toespraak van mij, wat ik zou houden, ik zit ook in de wagen eigenlijk, daarom ben ik een beetje laat, dus steeds woorden zoeken. Ja. Maar ja, ik zal gaan praten over de plantage, mensen in de ontwikkeling in de plantage. En ik verwacht ook dat de mensen nu moeten gaan beseffen dat we het beter moeten gaan doen. Mm-hmm. Naar elkaar luisteren, saamhorigheid moeten zijn, zoals vroeger. Maar ja, soms moet je een beetje afdwingen. En ook vragen aan de uitgenodigden om te kijken waarmee ze ons kunnen helpen. Mm-hmm. Ze hoeven ons geen geld te geven ongeveer, of wat. Maar als ze ons een brief geven, we hebben een houtkap, we hebben zand, we hebben dit, we hebben productie. Okay. En we hebben ook onze eigen mensen die het kunnen verwerken. Mm-hmm. Dus we willen niet afhankelijk zijn van iemand anders, ja, nee en zo. Ja. Dus ik zou ook vragen dat degene straks die het over gaan nemen van mij, die ook zo, ook als ik het bewerkt heb, het is vallen en opstaan. Het is geen makkelijk werk, heer. Het is geen makkelijk werk, werken voor de plantage. Je krijgt allerlei woorden, krijg je, maar je leeft ermee. Wat zijn mensen van jou ook? Ja, maar want je naar Parnasipchi. Ja, echt Parnasipchi. Mijn vijakaring en mijn Goranagorong. Ja. Ja, we liepen vanaf een Osembo. Osembo, naar Pararakweg naar de Kosgorontje liepen wij vroeger. Ja. Ja, dat was de afstand. Dat was de afstand, maar nee, dat zag je niet, die tijd. Je zag het niet. Nee, je zag het niet. En nu moet ik een taxi pakken, ik ga er niet naartoe lopen. Ja. Maar nu bent u ook een beetje ouder geworden. Ja. Dus dat. Maar als ik het echt nu moet gaan lopen, ja, ik zal wel lopen hoor, dat als het moet. Dat ik misschien een defecte auto heb, zou ik het misschien toch moeten gaan lopen. Ja. Maar we hebben heel veel dingen meegemaakt in de plantage, maar je blijft aanhouden. Ja. Kijk, wat hij net vroeg aan mij, het werk eigenlijk, als je het doet als voorzitter, mm-hmm. moet je sterk in je schoenen staan. Want je moet komen bewijzen wat je kan. Mm-hmm. Want als je het niet kan, wordt er heel erg over jou gesproken. Ja. Er wordt heel erg over jou gesproken. Ja. Want wat men ziet, dat wil men hebben. Maar het gaat niet makkelijk. Je moet een dubbeltje op de kant zetten om te kijken, nee, want je hebt het dubbel dingen. Ik heb van het jaar kerstpakketten uitgedeeld, dat doe ik elk jaar. Mm-hmm. En de oudere mensen boven de 60, 500 SAD in een envelopje. Yeah. En tegemoet komen, doen wij dat ook. Dan kun je gelijk aansluiten, verjaardag van de plantage Osembo. Ja, dus het is voor mij dubbel, dubbel, dubbel agenda geweest. Ja. Hoe lang zit u nog aan, of hoe lang zit dit bestuur nog aan, voordat we de volgende verkiezingen hebben? Bij ons is het zo, mm-hmm. als mensen dat je goed doet, wordt er nog niet over gesproken. Okay. Ja, als je verkeerd de pad opgaat, nou dan word je de hele dag woepoering. Maar okay, soms men kan dat ook zeggen, de woepoering, om degene ook wat wil hebben en die niet krijgt. Yeah.
Er zijn ook normen en waarden in de plantage. Mm-hmm. Men wil vaak ja horen. Maar er is heel veel nee ook daarachter. Zo is het. Hoe lang zit u al aan als voorzitter? Ik ga de 7e jaar in. 7e? Dus ja. U doet het toch goed? Ja. Dus, u doet de uiterste best. Ik doe mijn best, ja. Ik doe daarom dat u dat zegt. Ja, ik doe mijn best. Ja. Ja. Hoe laat begint het feest vrijdag, heer? Dus inloop is 10 uur. 10 uur? Uh-huh. Ja, dus 10 uur begint de inloop. Oké. Ja. Nou, als u zo mag kijken, na 130 jaar, u bent er al een x-aantal jaren bij op de plantage. Wat zou u willen meegeven aan de volgende generatie Oesembo-kinderen, als ik het zo mag uitdrukken? Ja, maar dat kan één ding, hè. Ja. Het is een mooie vraag, een boemvraag. De nakomelingen van plantage Oesembo, met altijd de spruitjes, we giaboskopu dis doro, omusteki sa de bigiwan el leer uno. Sa imaitegi, no dwasandati, na yupenasi, no gosera apenasi, no disnang apenasi, kuser apenasi, want apenasi no defuseri, anomaseri nooit. Dus u amala makandra me beji uno, tri ofta mare kon volwassen, dat je moet respecten op een nasie, pijn om go, en zijn om do, en zijn moest do. Dus dat boskopu dat die. En ook toen zal ik ook gelijk mensen ernaast zaten, mm-hmm. die nog niet weten, misschien die luisteren naar Martin Taki. Mm-hmm. Bij deze zijn jullie ook uitgenodigd om dit mee te maken, 130 jaar. Ik zeg het ook nog een keer. Ik verwijt de oudere mannen niet. Ik weet niet wat ze gedaan hebben in die tijd, hoe ze dat gingen vieren, of op een boom of in een tent. Maar wij vinden nu dat wij echt toch iets moeten doen van de plantage om tegen elkaar te kruipen. Voetje in die praxerie die appenatie. Dus met elkaar ernaast zaten, San e Arki, Suma Arki, Bella Trantaktaan. Panas verjaar vrede. Kogoe dape, kogoluku. Ja. Dus behalve dat we gaan feesten, gaan we ook bezinnen en nadenken over en, ja, precies. We hebben donderdag, okay. hebben Tori Netti. Mm-hmm. Dus we zeggen nou, Sribi Netti. Mm-hmm. Gaan we over praten, de biggest mouse doen, wat taki. Suma ben Fonk Saba, Suma ben Matapik Saba, Suma ben Kisfonfon, Suma ben Seri Eksi. Je gaat erven verkopen en dan wat je verkocht hebt, dan ga je brood kopen. Dus je kreeg geen geld mee, dus zulke tories. En dan gaan ze ook van leren ook het allemaal ging in de plantage. En ging je naar de winkel en zegt oma, hallo jongetje van Elsen, komt hier. Koef je mij een halve liter petroleum, een kwart pakje tabakka en dan loop je weg, geef ze dat geld. Nee, kom nog een keer. Pak je emmertje mee, terugkom, ga je weer de kraan een emmertje water meenemen. Dus die dingen gaan wij vertellen en wie daar woonde en wie daar gewoond heeft en wie verhuisd is naar de stad, dus zulke mensen weten ook, ja, niet alles, de mensen die nu geboren zijn, dus daarom gaan we vertellen hoe het allemaal is. Pe akriki bij de, zo zijn naar Fese Faberpe, zo zijn naar Bakasena Faberpe, en wie allemaal zijn begraven daar en zo. Ja, dus zulke dingen gaan we over praten donderdagavond. Ja, heeft de plantage nagedacht om zulke verhalen misschien vast te leggen? Zodat het niet alleen dat we niet alleen praten over een mondelinge overdracht van de geschiedenis, maar dat het ook op papier staat. Ja, ik zie het vaak. Ik neem vaak dingen op. Mm-hmm. Want we hebben ook een paar mensen in Nederland die ook bezig zijn met schrijven. Mm-hmm. Want als je het niet schrijft, kan je het ook niet verder vertellen. Mm-hmm. Als ik het niet geschreven had, kon ik heel veel geen tories geven over de plantage. Mm-hmm. En wat je schrijft, die blijft gelijk in de computer. En wat je ziet en je gaat schrijven en dan zie je gewoon, hé, het werk. Dus je moet schrijven. Als degene die ernaast zijn, kijk, we gaan misschien een opname maken. Kijk, zoals de onthulling van de monument. Mm-hmm. Dat staat gegrift. Ja, die staat gewoon vast. Dus wie wil, kan het gewoon een cd kopen, noem maar wat. Mm-hmm. Kan je thuis afdraaien en kijken hoe het allemaal gegaan is. Mm-hmm. Ja, ja. Dus, Oké. Nou, heer Rieger, alvast gefeliciteerd met 130 jaar Oesembo. Mag ik de eerste zijn om het zo te zeggen, om u te feliciteren? Ja, dus het is heel leuk dat u dat doet. Ja, vind ik heel fijn en ik voel goed.
En zou ik zeggen, tot vrijdag, hè, wie is mijn op Parnasipchi, maar ik denk, STVS is wel welkom. Ja, nee, ze hebben ze uitgenodigd, dus ze nodigen eruit, want er zijn mensen van mij die hier werken ook. Ja, oké. Zo Paramair ook, ja. Ja, wat toe Paramair. Ja, Ravenberg, de Mafu Ayo, noem maar wat, een Matwarbo, allemaal ook, ja. Ja, klopt, dus sowieso, om Lomsa even, gewoon de 30 jaar, ja, op ja, tuurlijk, ja. Ik heb een briefje ook afgegeven. Dus, ja, klopt. Die hebben we ontvangen, ja. Ja, dus we nodigen mensen uit. We willen toch vast gaan leggen. Mm-hmm. Ja, na een paar jaren weer, zegt die kinderen, die worden steeds groter en ouder. Dus kijk, wat we mee hebben gemaakt, 130 jaar. Ja. Nee. Ja, dan hebben we dat piri. Hey. heeft u dat gehoord? Een 130 jaar Osembo plantage in Para. En de verschillende plantages in Para die maken vooral bij Bigiaris, om het zo te zeggen, van de plantage gebruik van de gelegenheid om het tocht te vieren. En aanstaande vrijdag 17 februari is het dus de beurt van Osembo, een van de grootste plantages in Para, om dus hun jaardag te mogen herdenken, 130 jaar.